Bewoners in het Sarakreekgebied krijgen nu water uit de kraan. Het gaat om gezuiverd rivierwater. De ruim 2000 bewoners zijn van de gemeenschappen Lebidoti, Pisian en Baku. Het project is donderdag te Lebidoti door minister Gilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen opgeleverd. Het werk heeft 1,5 jaar geduurd en heeft ruim 1,4 miljoen SRD gekost. Het ministerie heeft voor dit project 4 personen in dienst genomen die ervoor moeten zorgen dat het waterstation draaiende wordt gehouden. Ze zijn sedert het begin van het project betrokken bij het opzetten van de installatie. Minister Dotsen deed een beroep op de gemeenschap om verantwoord om te gaan met het waterstation en dat ze erop toezien dat de werknemers hun werk naar behoren verrichten. Lanti daki ongeveer toedusus mei taan jaso na den drie dorpo. Da lanti musiwan fasi futara sa waka jagi desma. U luku tak ja, u sab a geschiedenis a ostaan geschiedenis fu ja. Basha da u sabi taki uno man boro dipi in gron suku bron. Na ameru abif teki. Da u ka luku pe, da kuna insei, luku fa, u chat de awatra monster gona de lap u cheke luku fini luku ef doti deini bakterie deini kusmano siki en mi kan tegi basha awatra boom ano lolo watra awatra saye kisi uita krang na boom watra i de seker 100% garantie dat ino siki ma basha dat wataki dat disi afin roko disi uno kan mek gueso. Basha mi breed het idee en mi hoop dat Asansa u podja, dat ik babaska nou een mooi systeem de man podja. Wins 25 jaar toren net tang. Boy is mego nak nak sani e sani dao, o ta minder. If a pompu kan tang 3 tot 5 jaar, meka tang 5 jaar. Luku desma, if desma ne do de uroko, u belka ga water voorziening. Maar om de wans massa no loba wama so bel zomaar, am de echte, am de true. Dat to doa onderzoek kushi de mane do de roko bunda we tek trasma. Dat mino wansap suma, you must take me basha. Suma tak amaris ne doa roko bung potamandati. Na dat to one. Aldus minister Gilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen. De bewoners zijn erg blij nu ze water uit de kraan krijgen, vooral in deze droge tijd. Ze zullen erop toezien dat het waterstation op de juiste manier gebruikt zal worden.